Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Wat korter achter elkaar. Dat heeft alles te maken dat we aan het terugblikken zijn met trainer Rogier Meijer op het afgelopen seizoen. En dat doen we even in twee delen. In het eerste deel hebben we het onder andere over de spitsen gehad. Hè? Pedro Marques en Di Mata. We hebben het gehad over die weinig thuisoverwinningen. En we hebben het gehad over niet behaalde doelstelling. En dan in dit deel gaan we het hebben onder andere over de speelwijze van trainer Rogier Meijer. Dan wordt er ook wel eens gezegd van dat je een erg voorzichtige trainer bent. Ben je dat? Speel je liever op safe of durf je ook wel als trainer wat meer risico over toe te nemen? Ik denk het tweede. En ik denk ook niet dat ik een voorzichtige trainer ben. Hè, want ja, wij speelden denk ik het gehele seizoen met drie aanvallers, hebben we altijd gespeeld. Met Tanane erachter en met daarachter Proper en Schöne. Ja, in dat zestal zit iets van verdedigen, zeg maar. Alleen, ja, je moet wel een organisatie met elkaar neerzetten en bewaken, waardoor je op een bepaalde manier kan spelen. Dus dat is wel iets wat ik vind dat erbij hoort. Maar dit zijn bijvoorbeeld geen spelers die de hele wedstrijd 90 minuten lang diep lopen, van links naar rechts sjouwen, die kopduels aangaan. Dit zijn allemaal spelers die positiespel spelen, die de bal in de voet willen, die tussen de linies willen spelen en van daaruit gevaarlijk willen worden. Nou goed, daar hebben wij heel veel spelers van, dus wat dat betreft kies je dan ook jouw strategie daarop. Je probeert altijd te voetballen. Ja, dat zei je net ook al. Dat zien we dan ook vaak en dan zien we dat het niet altijd lukt. De opbouw vanuit de keeper, vanuit Jasper. Is het dan niet dat je wel eens denkt van nou, laten we nu maar omschakelen, geef die lange ballen nou maar eens? Jawel, dat is ook zeker wel iets wat we trainbaar maken en bespreken met elkaar. Alleen bij dat type spel past ook een bepaald type speler. En ja, die passen daar niet zo goed bij. Dus dan probeer je met die spelers die je hebt heel lang het spel wat je speelt te verbeteren en daar proberen variatie in te krijgen. En uiteindelijk, op het moment dat het dan niet lukt, nou, dan hadden we best wel eens wat sneller kunnen kiezen voor de lange bal. Dat ben ik met je eens. Is het te overdreven? Je hoort in die supporters om te zeggen van nou, dat is toch wel een echte, eigenlijk een waardeloos seizoen hoor je veel. Hè? Is dat te overdreven? Of snap je wel dat gevoel wat er heerst, waar je nu staat, waar je uiteindelijk geëindigd bent, Vitesse er ook nog eens een keer overheen? Dat mensen misschien nu de zomer in gaan poepen? Ja, ik vind waardeloos. Vind ik teleurstellend. Ja, zo ben ik het verhaal hier ook begonnen. Ja. Dat wij die ambitie zelf ook niet gehaald hebben. Dus dan snap ik ook de teleurstelling. Alleen waardeloos gaat wat mij betreft te ver. Ik denk ook dat als je ziet hoe wij van drie jaar geleden komen, waar we nu staan, waar we als club staan, hoe we ons naar buiten presenteren, hoe spelers uit de eigen opleiding zijn gegroeid, hoe jonge jongens zijn gegroeid. Ja, ik denk dat er heel veel dingen zijn die wel positief zijn. Dat is dan even bezijden het eindresultaat. En daar gaat het vaak om. Maar waardeloos is mij iets te zwaar. Nou ja, de transfermarkt is weer geopend. Jullie zijn ook op zoek naar veel nieuwe spelers. Er moeten heel wat bij, hè? Tel het toch zo wel. Je hebt er al twee, maar dan mogen er best denk ik nog wel een stuk of acht bij. Ja, ik denk dat er nog best wat spelers bij moeten. Ja, dat is duidelijk. En het is ook nog maar afwachten hoe het gaat met de spelers die bij ons zijn. Hè. Dus het is maar afwachten of ze allemaal blijven. Hè, maar er zal zeker een zomer komen en zijn van veel spelers die aangetrokken worden. Alleen, wat mis je nog in het elftal? Je zegt, we moeten meer de balans aan vinden, andere spelers zoeken. Wat voor spelers zou je er graag bij willen hebben? Als je dan kijkt bijvoorbeeld in het middenveld, hè, zou je denk ik spelers moeten vinden die van box tot box kunnen spelen, van 16 naar 16. Hè, wat iets andere spelers zijn dan Lasse en Dirk. Hè, wat natuurlijk jongens zijn die veel met de bal spelen, de eerste bal krijgen, zou je ook spelers moeten hebben die diep lopen. Ja, ik denk dat je voorin ook aan de zijkant de jongens moet hebben die een actie en snelheid hebben. Ja, en uiteindelijk zullen we ook doelpunten moeten hebben. Hoe staat het daarmee met die zoektocht naar de spits? Zijn er al concrete dingen wel? Nou ja, tuurlijk. Zonder misschien namen te noemen. Want nee, er zijn, niet, geen, maar, zijn geen namen. Maar zijn jullie wel verder mee? Hè? Vorig jaar bleef het ook achter om echt een spits te zoeken. Ja. Ik denk dat we nu verder zijn dan vorig jaar. Omdat we ook eerder in dat proces begonnen zijn. En zonder daar namen in te noemen, dan zijn we natuurlijk wel al een tijd aan scouten naar dat soort jongens. En uiteindelijk ligt het twee deuren verder het definitieve besluit en de weg daar naartoe. Maar ik denk wel dat
ja, dat we dat mogen verwachten dat dat eerder rond is dan dit seizoen. Ja, maar ik neem aan dat vooral de voorhoede bovenaan de lijst staat om aanvallend wat meer te kunnen brengen. Ja, kijk, als je ook kijkt naar wat onze buitenspelers dit seizoen gescoord hebben, dan denk ik dat zij met 4 man niet boven de 10 goals zijn gekomen. Ja, dat is gewoon te weinig als jij top 8 wil spelen. Dus daar zal zeker ook een punt van aandacht zijn, ja. Ja. Voor jezelf, tweede seizoen Eredivisie? Ja, het was pittig, zeker de laatste periode. En daar had ik ook meer van verwacht. Hè. Zeker ook gezien de rest van het seizoen, hè, de stabiliteit die we hadden. Een hoop dingen geleerd, hè, die we weer mee gaan nemen. Ik heb ook geleerd dat je niet te veel achterom moet kijken, want dan zie je voor je niks. Hè, dus hou dat vooral vast, zou ik zeggen. En ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar weer een stap kunnen maken. Ik ben iets positiever dan de meeste mensen, denk ik. En dat was hem dan, de NEC-update met terugblikken op het seizoen met trainer Rogier Meijer. Wij zijn er natuurlijk volgende week. We zijn er gewoon de hele zomer door. Wil je ondertussen tijd het laatste nieuws weten rondom NEC, transfernieuwtjes en dat soort dingen, volg me dan even op Twitter. En ik zeg graag tot de volgende update.